Yo, ik ben Rick en welkom terug bij Rick speelt Minecraft. Dus, ik heb een aantal dingen te vertellen. Misschien zullen wat settings anders zijn, misschien klink ik wat anders, weet je wel. Dat zal ik allemaal zo uitleggen. Maar eerst zal ik je even uitleggen wat ik ga doen terwijl ik dit ga uitleggen. Wauw, uitlegception. We gaan wat jungle leaves harvesten, want we hebben ze natuurlijk nog nodig voor onze boom. Die is nog niet af. Ik heb al wel een extra jungle tree geharvest tussen de vorige aflevering en nu. Maar het is nog steeds niet genoeg. En ik denk dat we nog zeker wel hierna nog een boom qua leaves nodig hebben. Dus ja, dat. Het is een grote boom. Laten we het daarop houden. Maar goed. Wat heb ik dus gedaan van het weekend? Nou, ik zal het je eens even vertellen. Ik heb mijn verjaardag gevierd. Dus dat was leuk. Maar ik heb mijn neef heb ik samen op mijn computer mijn Windows opnieuw geïnstalleerd. Dus alles weg. Niet alles. Ik bedoel, we hebben onze wereld hier zo nog. Want het was wel slim. Nou, het was op zich best te doen. Hij had een extra harde schijf meegenomen. En die heb ik van hem overgenomen, zeg maar. En toen hadden we zoiets van, oké. Dan installeren we daar wel een nieuwe versie van Windows op. En dan, zodra we dat gedaan hebben, dan kunnen we zeg maar de andere harde schijf gewoon weer inpluggen. En dan zeg maar files die ik dan nog nodig heb, die kan ik over kopiëren zeg maar. En dan formateren we gewoon de andere harde schijf waar ik dus mee bezig was. En op die manier heb ik nu twee harde schijven van 1 terabyte, dus 2 terabyte in totaal, dus dat is wel lekker. Ik heb gewoon allemaal bestanden nog. Althans, tot nu toe heb ik alles nog. Ik heb nog niks gevonden wat ik miste zeg maar. En ja, het was wel leuk en aardig allemaal. Ik ben wel blij dat het allemaal nu weer werkt. Al die programma's opnieuw installeren, dat is echt geen pretje. Dat is echt niet leuk, niet. Maar goed, hè, het moest een keer gebeuren, want dit loopt nu al 5 jaar met dezelfde harde schijf of iets. Dus ja, dat is een beetje lang. Het is lang, laten we het daarop houden. Maar goed, het punt wat mij nu een beetje zorgen nog maakt is dat ik niet in staat ben momenteel een thumbnail te maken. Weet je wel, zo'n mooi plaatje wat je ziet voordat je de video aanklikt? Klikt? Klinkt. Ik heb wel mijn... ik ben overgestapt van Bandicam naar OBS. Ik moet nog even kijken hoe dat allemaal gaat werken. Misschien is het hier en daar nog een beetje niet oké, maar ik hoop dat het gewoon wel gewoon goed komt, zeg maar. En ik krijg hier en daar warnings van high encoding, dus dat is niet goed. Maar dat vogel ik nog wel een keertje uit. Een editingprogramma heb ik terug. Ik heb alleen geen Photoshop. Dus dat is een klein probleempje. Misschien hebben jullie gewoon alleen een mooie screenshot als thumbnail. Maar goed, dat zie je snel genoeg dan niet waar. En ik ben ook een beetje verkouden. Dat is een beetje jammer. Goed, zoals je kan zien, de boom is ietsjes verder. Het krijgt wel zo'n gekke vorm naar mijn idee, maar daar kunnen we nou ook niet zoveel meer aan doen. Ja, kan wel, maar ik bedoel, dat weet ik gewoon niet. En dit hier zo ziet er niet echt uit. Zo. Zoiets, wat staan. Daar er nog wat bij. Mijn computer doet het weer mooi. Het is niet dat hij een idee, maar ik bedoel, je gaat er toch allemaal zooi op krijgen van toen je nog kleiner, nou, toen ik nog kleiner was. ik spreek het uit eigen ervaring nu, van dingen die ik installeerde en dan die weer afgooide. Maar ja, dan blijft het toch nog een klein beetje op je pc staan, weet je wel. Misschien weet je het niet, maar dan vertel ik het je nu. Op die manier, ja, dat telt op te over 1 jaar of 5. Dus ja, het werd wel eens tijd en ik ben blij dat het nu gedaan is. Dus dat is een beetje mijn computer talk, om het zo maar even te zeggen. Ik weet niet echt hoe ik het anders zou moeten noemen. Maar goed, wat wij vandaag gaan doen, ik heb nog echt werkelijk geen idee. Ik ga wel iets installeren wat een kijker al ontiegelijk lang gevraagd heeft. En ik blijf het vergeten, maar vandaag gaan we het echt doen. En dat is een armor stand. Ik ga je naam nog even opzoeken hoor, maar het is een beetje lullig. Ja, die ene vent die het zo vaak gevraagd heeft, heeft nu eindelijk zijn gelijk. En ik weet niet meer hoe je heet. Dat is een beetje jammer, nietwaar? Dus ik ga nog even zijn naam opzoeken zo. En ik weet ook niet hoe ik het moet maken. We gaan een armor switch maken.
En ik wist niet wat dat betekende, dus ja, moet het nog even opzoeken. Maar goed, dat ga ik dus wel even doen. En hier zie je, mijn leaves zijn alweer bijna op nu, hoor. Ja, hier. Op, nana. Megaboom, maar goed, hè. Maakt niet uit, het is voor het goede doel. Dus ik ga even de spullen daarvoor pakken. Want we hebben er wat redstone dingetjes voor nodig. En ik ga even opzoeken hoe ik het ook weer moest maken. Ik had het opgezocht, maar ik ben het alweer vergeten. Dus dat doe ik even en dan gaan we hem zo even installeren. Oh. Wat? Oké. Ik kreeg opeens gekke geluidjes, maar goed. Wat gaan wij dus doen? Wij gaan de armor stand bouwen en we gaan hem een stukje die kant op bouwen. Dat is het probleem niet, maar hier is het plan voor mij. Ik ga deze dingen aan deze kant ga ik hier zo weghalen, want dus kijk, deze staat er versierd, deze staat er versierd en deze staat er versierd, waar we eigenlijk niks mee doen. Dit is gewoon awesome om te hebben. En deze willen we nog wel eens gebruiken bij weer een gevecht of iets. Dus wat ga ik doen? Ik ga al deze hier zo ga ik weghalen. En een paar hier zo vandaan. Want ik bedoel, dit ziet er niet uit, weet je wel. Waarom zouden we dit hebben? En deze is wel vet. En dit is, ja, misschien halen we er nog een aantal weg. Maar goed, moet ik nog even bekijken. Wat ik wilde dat jullie gaan doen, is hetzelfde als wat we hier zo toen deden. Al deze mensen hier zo hebben hun eigen micro skin achtergelaten in kleuren. Dus hetzelfde als ik hier met mezelf gedaan heb. Dus als we, als we eens even gaan kijken naar mijn micro skin. Ik heb bruin haar, dus dat zorgt voor een bruine leather cap. Ja, het is een soort van vest, trui is grijs, lichtgrijs, dus... chestpiece is lichtgrijs. Mijn broek is zwart, dus een zwarte leggings en witte schoenen. En op die manier wil ik dat jullie weer je skins achter gaan laten in de reacties. En dan, ja, dan kunnen er gewoon nog een aantal meer hier zo bij. En zoals ik al zei, ik weet nog niet hoeveel ik er ga doen, maar er gaan wel een aantal bij komen. En uiteraard, als je hier al bij staat, dan kan je er niet nogmaals bij. Ik denk dat je dat wel kan begrijpen. En je kan het ook niet, je kan me ook niet voor de gek houden, want je naam staat hier. En als we twee dezelfde hebben, dan zet ik hem er ook niet in. Maar goed, dat zou wel gek zijn als je twee dezelfde hebt. Maar goed, dat is, ja. Dat is voor latere zorg. Dus wat wij gaan doen, is wij gaan hier onze armor stand bouwen. En het is eigenlijk technisch een armor stand swapper. Ja, technisch en zo. dus het is op zich wel een vet ding, hoor. En we moeten alleen even zorgen dat we de goede blokken overal plaatsen, zeg maar. Dus als het goed is, ik heb hiernaast een soort van screenshot, een gepauzeerde video. En daarin kunnen we, zeg maar, daarin kan ik zeg maar zien waar alles moet. Dus eens even kijken hoor. Dit blok, hier zo moet een button op. Dus eens even kijken hoor. Dan moeten we een aantal blokken naar beneden. En wacht, ik zal het eerst wel even uitgraven. Dan kunnen we het daarna met z'n allen bouwen. Oké, dan zei ik al dat dit echt alle spullen zijn die we nodig hebben. Plus die button daarboven. Pff, nou ja, dat is dus hetgene wat gaande is hier zo. Maar goed, we moeten hier zo dus redstone dus doen. En dan gaan we eens even dit hier zo doen. En wat hebben we dan verder nodig? We hebben deze nodig hier zo. Oh, we hebben eerst de torch nog nodig. En dan gaan wij... hier zo een piston doen. Het leuke is dat we hier zo meteen... nee, deze moet eentje hoger. We kunnen hier zo meteen drie armor stands in kwijt. Wat dan ervoor zorgt dat we drie verschillende outfits een soort van hierin kwijt kunnen. Dus dat is wel leuk, denk ik. Niet waar? Vast wel. Vast wel, oké. Dus deze gaan we hier zo doen. Otsa. En dan een slim blok. Oh, die heb ik dan weer niet. Nou, dan gaan we die toch even halen hier zo in de slimeboerderij. Nog niet echt per se een veel hogere efficiëntie mee. Efficiëntie gemerkt in de mobfarmer nu we de slimeboerderij geslept hebben. We kunnen wel even kijken. Want het was natuurlijk de bedoeling dat we de mobcap een beetje veranderen. Dat we meer hier zo in zouden spannen dan in de slimeboerderij. Ja, het maakt niet zoveel uit. Alwel, ja, het is geloof ik wel ietsje sneller, maar niet met fantastische rates, zeg maar. Maar goed, hè, elk klein beetje helpt, zeg ik dan altijd maar.
Oké, ja, moeten we daar nog iets verder in hebben? Nee. Oké. Dus jij kan daar, dan doen we hier zo'n furnace. En hierop gaat een redstone dust. En dit is wel een leuk trucje wat we hier zo hebben. Dus een glowstone, en dan doen we hier zo'n glowstone op. En zie je al, dat gaat gewoon. Oh wow. Dat kan gewoon mooi door elkaar heen. En dat zorgt er dan voor dat we. Ja, dat we gewoon kunnen communiceren door doorheen. Dus even kijken. En we moeten nog twee dingen. Oh, ik doe het aan de verkeerde kant. Dat ga je menen. Lol. Eens even kijken hoor. Ik doe het helemaal fout. Ik doe het helemaal fout. Wacht. 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 Ja, ik zie hier wat gaande is. Dus we moeten sowieso eentje lager doen. Dus het is eigenlijk wel een logische manier waarop dit werkt. Dus de button die zorgt ervoor dat de piston extendt. En die zorgt er dus voor dat de redstone blok extendt. Die gaat dan vervolgens naar deze. Wacht, wat? Waarom? Oké. Ja. Logisch. Hij hoort dit niet te doen. Hij doet het toch. Dit vind ik echt heel freaky. Het is dit, jongens. Het is dit. Ik snap er echt helemaal niks meer van. Zo. En zo. Ja. En als we dan de blok hier zo doen. Klopt hier echt iets niet hoor, jongens. En ik wil redstone doen met jullie on camera. Nee hoor. Mag natuurlijk weer eens niet. Shh. Laat me dit even uitvogelen. Nou, als sla je me dood, dan zou ik niet weten waarom dit zo werkt. Maar ik realiseerde me net dat het ook dat het de bedoeling was. het hoort zo ja, te zijn, zeg maar, dat blokje daar zo extended is. Dus we gaan gewoon lekker door hotsen. Ja, en dit zorgt er natuurlijk voor dat de piston hier zo niet extendt. Wat precies is hetgeen is wat we nodig hebben. Dus eens even kijken hoor. Dit hier zo kan dicht. Want dat hebben we verder niet nodig. Ho, hotsa. Dus dan gaan we weer dat leuke glowstone trucje doen. Waar we allemaal zo blij van worden. En daar. En hier. Zo. En dan. Eens even kijken hoor. Wat is dan de volgende stap? De volgende stap is dat wij tegen deze redstone hier zo een trapdoor aanzetten. En als we nou een dirt zouden hebben, dan pakken we wel heel even random deze. Die hier zo tegenaan. Misschien moeten we er even wat mooiers van maken, maar goed. Voor het moment is dit wel goed genoeg, denk ik. Zo, zo. Zo, en als het goed is, dan 1, 2, 3. Ja, behalve dan dat er eentje terug had moeten komen. Dat heb ik fout gedaan. Ik zie het al. Hier deze blokken naast deze slijmblok, die mogen natuurlijk daar niet zijn. Dat zorgt ervoor dat slijmblok. Oh, zullen we eens even deze dingen breken. Die zorgen er natuurlijk voor dat de slijmblok niet kan bewegen. Dus die moeten we even weghalen. Zo, hotza, aan beide kanten gedaan. Ja, prima. Dus dan kunnen we hem weer opvullen zo. En als het goed is, kunnen we hem nu wel gebruiken. Dit was dirt. Ja, dit was dirt. Dus 1, 2 en 3. Ja. Ah, jongens, dit is vet. Oké, nou moeten we hier eigenlijk nog iets mooiers van maken, want dit ziet er natuurlijk niet uit zo. Maar goed, dat doen we wel een ander keertje, denk ik.
Ja, ik heb nu niet echt de spullen ervoor. Maar goed, ja, dat is wel vet. Ik zal vast even wat. De dia armor zal ik er vast even in gooien. Want die, ja, die gaan we sowieso toch al weghalen. Zo, die. Oh, doe me per ongeluk aan. Lol. Hotza, oké. Oké, dan dus ik zat eraan te denken. Oké, gaan we nog wat doen vandaag? Maar ik denk dat ik het hierbij ga houden voor het moment. Want ik moet nog een hele hoop dingen installeren en zo. En ja, ik heb nog wel wat dingen te doen. Dus helaas, spijt me jongens. Maar ik zal de volgende keer. De vorige keer was langer. En dan zal ik de volgende keer ook wel weer wat langer maken. Maar goed, ik wil je bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik ga. Ho. Ik ga de reacties lezen. Dus ja, laat je. Maar nou, je naam staat natuurlijk al boven de reactie. Maar je Minecraft skin in kleurtjes achter in de reacties. En dan, ja, dan zullen we wel gewoon kijken of jij een leuke skin hebt die erin kan. En dan gaan we de volgende keer, denk ik, aan de koeienfarm hier zo werken. Ik heb een ideetje voor hoe we dat kunnen verbeteren. Want dit is niks natuurlijk. Dus ja. Maar goed, in ieder geval nogmaals bedankt voor het kijken. En dan zie ik je de volgende keer weer terug bij Rick Speelt Minecraft. Later.